Ik protesteer tegen kindermishandeling, want dat is gewoon niet normaal natuurlijk, dat is gewoon niet goed. Ook protesteer ik tegen kanker, net zoals Jim. Maar het probleem is dat er niet echt tegen te protesteren valt, want je hebt niet in de hand of je het krijgt of niet. Dat is het vervelende aan die ziekte. En ik protesteer ook tegen mensenhandel. Dat is gewoon ziek eigenlijk, want waarom zou je mensen gaan verkopen? Het is gewoon raar. Ik vind het echt een vreemd idee. Ook protesteer ik tegen pesten, want het slaat nergens op. Iedereen is gelijk en ja, dat is het eigenlijk. Iedereen is gelijk, dus het heeft geen nut om mensen te gaan pesten, want je kan alleen hun leven maar verwoesten op die manier. En het klinkt overdreven, maar het is echt zo. Als je op jonge leeftijd bent gepest, is dat gewoon als volwassen zijnde ook heel erg lastig. Want ik ken iemand in mijn omgeving die vroeger ook vreselijk is gepest. En die persoon is nu gewoon volwassen. Die heeft gewoon een best wel heftige problemen eigenlijk. Qua onzekerheid en dingen durven te doen en zo. En ik vind niet dat mensen dat verdienen.